Dat zijn onze vriendjes en vriendinnetjes aan de toppers in de top. Nou, ze zijn alweer onderweg ook. En we zagen later de trekkende 22 van Kaylee School. En Kaylee die is er al weer weg mee. Nou, die is lekker onderweg richting de eerste hoek. En we zijn met het hele setje onderweg. We zien Quinten kind op een derde plaats rijden. Dan gaan we zo eens even zien als ze deze kant op komen. Wie dan op dit moment aan de leiding gaat. Nou, de eerste doorgang van Zalden Dominique Hamminga gaat aan de leiding. Tweede plaats is Bakker. Gaat lekker mee. En dan is het dus de kleine Kim. Dan zien we erachter Danielle Dijkstra. Gisteren nog vierde over het vrieskampioenschap Turnen. Jawel. Die kan ook wat hoor. Moet ook wat kunnen. Ik kan niet. En dan hebben we hier op de zaadje van de 25 van Tiersbergen, Jorisnacht. Die kwam uit het dorp, maar hele snelle grasmaatschappij vandaan komen. En dan gaat hij zelf zijn carrière ook mee beginnen hoor. Let maar eens op. Nou, Hamminga nog aan de leiding. Zoals we dat in de eerste nog wat zouden. Nou, in de eerste nog wat zouden. Want Kaylee is al. En Kaylee die heeft het team hier gedaan voor de KDM. En hier staat een leiding en die vest zich weg naar voren. Het gevecht tussen de dames, want die gaat Danielle Dijkstra voorbij. En dan is het de kleine kind die een paar plekjes heeft verloren. Ja, dat kan ook gebeuren. Nou, volgende toch als hij nog weer aan staan. En dan Riek Bakker nu aan de leiding. Riek Bakker die de leiding heeft overgenomen van Dominique Hamminga. Op die tweede plaats is de kleine Dominique. Als we de bagage krijgen van Sien Sverre Jorisma. Kijk eens even, ja, aan een wettelstadstaantje laat op. Nou, dan de beide dames. Hier is Hof van de Meijering. En daarachter Danielle Dijkstra. Als we bij de kopmannen gaan komen. Rinkbakker, hij staat zo over de middeling. Hier Kaylee krijgen, Kaylee de jongen aanhaakt. Kaylee schoon, dat is het hoor. Daar zit hij nog uit. Ja, daar ben je. Van de Meijering gaat het over de middeling. Een vierde plaats voor Danielle Dijkstra. Over de kist in het dorp. Nou, we zijn weer op de weg hoor. En dat is de beste start voor Dominique Hamminga. En die van papa afgekeken, want die kan wat af en toe ook zo. Die doet het op een special. Hamminga die de leiding neemt, maar inmiddels alweer achterhaald. Die zullen die bakken die dan bij die gaan van de bocht even van moet laten. Dan gaat hij hier zo meteen voor de eerste maal langskomen. Is het niet nog bakker aan de leiding? Rinkbakker, hij gaat aan de leiding voor Dominique Hamminga. Dan is onze turnster. Jawel, Danielle Dijkstra op de derde plaats. Vierde plaats voor onze Sanne Meijering. En daarachter is het Quintenkind. En dan op de 25 van Sien Sverre Jorisma. We zien dat Gorredijk. En dan hebben we ook nog onderweg. Op de 22 een jonge dame uit te spreken. Dat is King Schoen dus in het laatste deel. Koploopt hier alweer een rondje doorheen. Riek Bakker op de stad aan de leiding voor Dominique Hamminga. Nou, Danielle Dijkstra, de derde plaats van de Meijering op de vierde. Bakkertje aan de leiding als hier hoofd. Dat zeg ik, Hof Kind voorbij, komt honderd een aantal jaren geleden, die is in de middel van mijn 65, hè. Quinten Kind. En Thomas Chantal staat trots van de kant bekijken. Natuurlijk, die moet zelf ook wel gaan schrijven, hoor. Nou, hier volgen die snelle meiden. Als de Rinkbakker alweer de overwinning naar de toe in de dom. En dan hebben we onderweg, hier zo, Dominique Hamminga, daar is hij. En die wordt een keurig tweede mee. Nou, dan hebben we achterblijven. Je kent die zo. Quinten King. Dan Jorisma. En hier is de nummer 1. En dat is Danielle Dijkstra. Nou, hebben we die. Met de oude afpas richting die eerste bocht. Nou, Laudi moet nog eventjes de zweetakdambaas er zich weghalen. Maar we zijn onderweg met de toppers in de dop. Riek Bakker heeft de leiding al in. Deze voor op het snel starten van Dominique Hamminga. Hamminga die lekker gaat starten hoor. En dan komt de rest vanzelf. Riek Bakker, we laten gewoon leiden. Toppers in de dop. Dan hebben we Dominique Hamminga
Dan hebben we de 25 van 10, Sverre Joris, naar de 16 van Quintenkin. En Alfa Oosten, die maken dus een mooie actiefoto van ons ongelijk. Nou, onze kopman, Rietbakker alweer in aantal. Hij gaat hier aan de leiding op die tweede plaats onder die Hamminga. Gaat straatje weer helemaal open. En dan is het hier Katie van. Ja, dat is een achterstandje, maar ja, dat maakt niet uit. Lekker drempel van buiten, de snelheid komt wel hoor. Danielle Dijkstra, Sanne Meijering. Die begon ook wel snel. En hier is Sint-Ferre Jorisma. Als Rink Bakker al aan de laatste ronde gaat beginnen. Nou, daar gaat hij hoor. Ja, Hoogkaas, die gaat weer open. En dat is mooi. En op de kleine kind, hij gaat nog een keer in de ronde. Ongeschreven. Daniel Dijkstra. Dat is prachtig. En Sanne Meijering begint steeds mooier te rijden. Rick Bakker, hij pakt de zegen. Dominique Hamminga aan de tweede mee worden. Daar is hij, Dominique Hamminga, twee kuren gereden. Naar de meestrijger Daniel Dijkstra. Eerst in Sverre Jorisma. Daniel Dijkstra wordt de derde mee.